allemaal, vandaag ook weer een nieuwe video voor jullie en ik heb weer een hele leuke video vind ik zelf. Het is best wel lang geleden dat ik een video heb geüpload, oeps. Maar ja, nu heb ik weer een leuke video en in januari komen er ook nog meer video's, want ik ga naar de première van Vals. Daar ga ik ook vloggen, wordt super leuk. Vandaag laat ik zien wat ik allemaal voor kerst heb gekregen. En na kerst, donderdag, ben ik ook nog gaan shoppen in Amsterdam. En daar heb ik ook hele leuke dingen gehaald, want daar was korting. Super chill. En dat laat ik ook vandaag zien. Dus ik hoop dat jullie de video leuk gaan vinden. En laten we beginnen, want ik heb super veel leuke dingen om te laten zien. Dus let's go. Nou, laten we beginnen met de Lush. Want daar heb ik heel veel gehaald. En ik heb het ook nog niet allemaal opengemaakt. Dus dat laat ik ook meteen zien. En ja, ik vind deze winkel super leuk. Ze hebben allemaal leuke, ja, jullie weten vast al, prijsballen. En ja, dat soort dingen. Voor de douche en zo. En nou, ik ga wel laten zien wat ik heb gehaald en wat ik heb gekregen. Dus laten we beginnen. Nou, als eerste deze. Dit is de Golden Pear. En ja, deze vond ik zo lekker ruiken. En deze wil ik eigenlijk al voor kerst hebben. Maar ja, ik vond hem nog best wel duur, want deze is 10 euro normaal. Maar na kerst is er korting. En dan was deze afgeprijsd met 50% voor 5 euro. Lekker, en zo ziet hij eruit. En ja, dit is gewoon handzeep, maar je kan het ook voor je hele lichaam gebruiken. Dus deze. En die hadden ze vorig jaar ook. Vorig jaar had ik hem niet gehad. Maar ik dacht, ja, dit jaar wil ik hem wel hebben. Dus hier heb ik hem. Echt super lekker. Dus die ga ik bij mijn wastafel neerzetten. Dus dat is eerst deze. Daarna heb ik deze. Deze heb ik al gebruikt. Alleen deze had ik ook vorig jaar ook. En dit is een... dit is de geur... dit is een Snow Fairy geur en het is zo'n naked douche gel voor je lichaam onder de douche. En dat is deze. En hij is nog een beetje nattig van vanochtend. Maar hij ruikt super lekker. En deze had ik vorig jaar ook. En toen vond ik hem echt heel erg fijn. Dus toen dacht ik, ja, dit jaar wil ik hem ook hebben. Dus heb ik hem dit jaar ook gehaald. En hij is super lekker. Dus deze. Daarna gaan we weer door naar een prijsbal. Dit is een Shoot for Stars. En deze was ook weer in een korting. Dus dat was echt super chill. Deze. En hij is echt heel mooi. En hij ruikt super lekker. En hij heeft van die mooie gouden sterretjes. En hij is heel mooi blauw. Dus deze. En hij ruikt heel lekker. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze eruit gaat zien. Dus deze. Dan hebben we nog een bruisbal. Dit is Jelly. Deze Snow Fairy Jelly Bomb. Deze doe ik vorig jaar ook. En deze is dan jelly. Maar als je het water doet en dan lost hij langzaam op. In het einde zit er een beetje jelly in. En ja, dat was zo grappig. Maar deze ruikt ook zo lekker. Deze is net zoals die voor je lichaam. Dat flesje. Maar dit is de bruisbal. Ik vind hem zo lekker ruiken. Dus deze. Roze met licht roze. Heel mooi. Maar ja, hij gaat helaas wel op in het water. Maar ja, deze dus. Daarna een Bath Bomb. Weer een Luxury Lush Pup. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar ja. Deze, nou hier, deze vind ik het lekkerst volgens mij. Is namelijk deze. Oh, nee. Nee. Hij is gebroken. Nou, twee halfjes. En hij ruikt zo lekker. Oh, oh mijn god. Nou, deze is er dus. Nou, wel jammer dat die is gebroken. Maar ja. Met van die stipjes. En volgens mij heeft hij dan hele mooie kleuren, geeft hij. Zo. Dus deze. En deze vind ik het allerlekkerst ruiken. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die in bad is. Oh, die geuren, jongens, allemaal heftig. Nou, dan heb ik nog een paar producten. Ik heb echt zoveel van een Lush. Maar ik vind het ook zo lekker allemaal. Nou, laat ik even beginnen trouwens met de shampoo. Want ik heb een shampoo gehaald. Oh, mijn vingers zijn helemaal blauw. Ik heb een shampoo gehaald. En deze heb je gewoon altijd al in de douche. Het is niet van de kerstcollectie. Maar deze ruikt zo lekker. En ja, jullie kunnen het niet ruiken. Maar deze. En die heb ik vanochtend gebruikt. Nou, dit is het resultaat, jongens. Waarschijnlijk zie je niet echt heel veel verschil of zo. Dit is een shampoo met arganolie. En nog een paar de kokos of zo. Ik weet, nee, volgens mij niet. Ik weet het niet. Maar deze rook het lekkerste allemaal, vond ik. Je had er ook eentje dat je haar sneller van ging groeien. Dat zou ik ook wel willen. Maar mijn haar is op zich best wel lang. Dus dat heb ik niet echt nodig. Maar die zou ik ook wel willen uitproberen. Maar die heb ik dus. En dan als laatste heb ik een zeepje, Baked Alaska. En deze vond ik zo mooi en hij ruikt zo lekker. Nou, dat ga ik dus even aan jullie laten zien. Hij ruikt zo lekker.
Oh, en daar citroen en daar ja, cypressvruchten. Nou, deze en de onderkant is wit. Zo. En hij ruikt heel lekker, vind ik. Dus deze. En dat was alles van Lush. Nou, super lekker allemaal. Kan ik lekker in bad gaan en alles. En ja, heel veel was dus ook in de korting, wat heel fijn was. Dus ja, ik ben heel, heel erg blij mee. Nou, voor kerst heb ik ook nog hele leuke schoenen gekregen. En dat zijn namelijk deze Dr. Martens. En ze hebben een hele dikke sol, zoals je ziet. Zo ziet het eruit. En ja, het enige nadeeltje is, ik ging er tussendoor heel Amsterdam mee lopen. En het deed pijn. Ik heb echt blaren gekregen. Dus ik hoop dat dat nog goed komt. Maar ze zijn wel een beetje zwaar. Maar ik vind het heel vet. De flare jeans vind ik heel cool. Dus deze. Ik heb zelf ook de rode. Maar ja, ik was toe aan nieuwe. En ik vond deze heel cool met die dikke zool. Dus vandaar. Deze schoenen. Zo. Dan heb ik ook een cadeautje voor mezelf gekocht. Namelijk een lippenstift. En ja, ik gebruik altijd MAC lipsticks. Die heb ik nu ook op. Maar ik kwam dus de Issy Paris binnen. En ik vond zo, ja, zulke mooie lipkleuren waren. Parfum en zo. Dus ik dacht, ik koop een cadeautje voor mezelf. En toen zei zo'n vrouw dat Shiseido hele goede lippenstift heeft. Want ik heb er één van MAC. Ik heb, wat is dat ook weer? Die hele droge rode. Ik weet niet meer hoe die heet. Die komt al hier in beeld. Maar die is heel droog. En die laat een beetje velletjes achter. Dat vind ik echt niet fijn. Dus nu heb ik er één van Shiseido. En ja, ik denk deze is. Nou, ik denk, ik weet dat deze heel mooi is. En ik denk dat jullie hem ook al mooi vinden. Ik ga het hem wel even zien. Hij heeft ook een hele mooie sluiting. Ja, dit is de verpakking. Zo. En laten we hem openmaken. Dus met het magneet trouwens. Heel vet. Deze verpakking. Yes, hij is scherp. Nou, deze lippenstift, heel erg mooi. De kleur vind ik echt ja, heel mooi en hij voelt ook heel fijn aan. Het is een matte lippenstift van Shiseido en ik ben er heel tevreden mee. Ik heb hem één keer opgehad maar ik vond hem super mooi. Dus deze. En ik ga hem zeker vaker opdoen, maar het is echt nu al mijn favoriete lippenstift. En ik vind het wel beter dan MAC, want het is mat. Er komen geen velletjes, blijft erachter. En dat heb ik bij die van MAC wel. En ja, hij voelt heel erg fijn aan. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze mij gaat bevallen. Maar ik vind hem heel erg mooi. Dus deze heb ik voor mezelf gehaald. Nou, dan was ik ook nog verder in de Issy Paris. En ik zat al heel lang na te denken over dit luchtje. Deze is van D-Square. Ik vind de verpakking heel leuk. En hij ruikt zo lekker. En ik wou hem heel graag hebben. Ben ik scherp? Ja. Ik wou hem heel graag hebben. Dus ik dacht, ja, weet je, het is kerst. Ik werk lekker veel in de vakantie. Nou, ik verdien het wel terug, dacht ik gewoon. Nou, ik hoop het. Ik werk best wel veel. Dus toen had ik hem gehaald. Het is deze van die Square. Kijken. Deze. Het is heel mooi roze. Met een magnetisch ook het dopje. Vind ik heel erg fijn. En ja, hij ruikt super lekker. Ik vind hem echt veel lekker ruiken. Lekker ja, zoet, niet te zoet. Maar ja, deze dus, de 30 ml. En ik vind het doosje ook wel leuk. Dus deze heb ik ook voor mezelf gehaald. Dan, oh ja, heb ik een heel leuk telefoonhoesje besteld. Nou, deze heb ik voor kerst gekregen, maar kijk hoe leuk. En dit is van Ideal of Sweden. Nou, dit is de verpakking. Ideal of Sweden. Ja, deze heb ik. En ik vind hem zo mooi. Dit is namelijk, zo ziet hij eruit. En mijn oude was zo verlept. Ik heb hem meteen weggegooid daarna. Maar dit is mijn hoesje. Ik vind hem heel erg mooi. Hij lijkt ook een beetje op Victoria's Secret met die roze streepjes. En die bloemetjes. Ja, ik vind hem zo leuk. Dus deze heb ik ook gekregen. Heel erg leuk. Oh, ik heb hele leuke dingen van Rita Wills gekregen ook nog. Zo, dit is van mijn oma, mijn ouder. Ja, van iedereen bij elkaar. Ik heb ook natuurlijk zelf gekocht. Dat jullie zien. Nou, als eerste heb ik deze. Dit is van die... Jullie kennen het vast van die reclame. En dan ga ik naar de Rita Reels. En dan had ze deze laten testen bij mij. En dan gaat het zo knetteren op je arm, zeg maar. Ik kan het even voordoen. Maar ja, dat was deze. Zo. Hopelijk is het scherp. Maar die. En ik ga hem even voordoen. Oké. Okay. Oh, ik weet niet of jullie dit horen.
Nou, het knettert dus super lekker en het ruikt lekker, jongen. Ik weet niet of jullie iets van deze collectie ook hebben, maar deze ruikt zo lekker. Dus toen dacht ik, ja, die geur, ja, ik wou hem gewoon meteen. Dus ja, en het knettert ook heel leuk, dus hier ben ik ook heel blij mee. Dus deze. En daarna heb ik nog meer dingen van die tools gekregen van een andere collectie, namelijk deze. Deze. Nee. Heel erg lekker. Dus ja, dat heb ik ook gekregen. Ik heb een hele, maar ook echt hele mooie landkaart gekregen. En die laat ik nu even zien in beeld. Want die hangt al in mijn kamer. En ik heb daar hele leuke polaroids opgeplakt van in welke landen ik ben geweest. Dus volgend jaar ga ik ook al heel veel op vakantie. Ook met school ga ik reisjes maken. En ik wil weer met EF op vakantie gaan. Dus ja, dan ga ik ook weer heel veel landen. Kun ik gewoon mee prikken met mijn polaroids. Het wordt super leuk als ik heel veel landen heb bezocht. Dus die heb ik gekregen. Daar ben ik heel blij mee. Ik vind hem zo mooi staan bij mijn kamer. Dus die. En dan gaan we door naar wat ik volgens mij heb gekocht. Donderdag. Ja, kerst. Toen was de korting. Dus dat laat ik even zien. Oh nee, en een leuk blouseje. Die heb ik ook nog gekregen trouwens. Die laat ik even eerst zien. Namelijk deze. Deze. Hij heeft hele mooie glittertjes. Zoals je ziet. En dat is een heel leuk shirtje. En deze vind ik heel leuk voor oud en nieuw. En ja, hij schijnt wel een beetje door, maar dat maakt niet zoveel uit. Dan doe je een bralet onderaan. Alles helemaal top. Dus deze heb ik gekregen. Ik vind hem heel mooi met die glittertjes. Dus hier ben ik heel blij mee. Dus deze. Daarbij heb ik dus Amsterdam. Ik dacht, ja, een leuk blouseje. En dan gewoon een flare jeans eronder. Ja, ik moet ook leuke oorbellen hebben. Dus dan heb ik deze in Amsterdam gehaald. Dat zijn deze oorbelletjes die ik heb gekregen. Nou, gekregen, die heb ik zelf gekocht bij de River Island. En ik vind ze super leuk. Je hebt een goud, nou, rosé kleur, zilver en goud. En dus dit zijn de kleintjes. Middel groot, heel leuk. En die passen ook heel leuk bij de shirtjes die ik zo ga laten zien. En voor oud en nieuw zijn deze oorbellen heel erg mooi. Dus deze, heel erg blij mee. En deze waren 13 euro. Dus als je, als je ze ook wilt bij de River Island, 13 euro. En ik vind ze super mooi. Dus deze. Dan heb ik ook nog twee leuke shirtjes gehaald. Dat was ook in een korting. Die waren beide 8 euro. Nou, koop je toch. Normaal waren ze 20 euro. Dat is ook wel netjes. Deze. En die dacht ik ook wel leuk met die oorbellen. En dan dit is een heel leuk ja, slangenprintje. Glitter. Ja, zilver slangenprintje. Dus deze. En ik wil ook een lookbook gaan opnemen. Eigenlijk wou ik dat doen als het gaat sneeuwen. Leek me leuk. Maar ja, het is niet gaan sneeuwen deze maand. Heel jammer. Dus ik hoop in januari dat ik een leuke lookbook kan opnemen. Want ik heb nog veel meer kleding die jullie niet hebben gezien. Nou, misschien op mijn Instagram. Mila Luterlo. Volg me even als je me nog niet volgt. Daar hou ik ook wel van leuke foto's maken en zo. Maar verder heb ik nog een Basic Witch shirt gehaald. Maar niet heel basic, want er zit een heel leuk bijtje op. Deze vond ik heel leuk detail. Dus deze heb ik ook gehaald. Dat is ook 8 euro. Zo. Dus deze ook. En dan was dat alles van de River Island. Dan als laatste heb ik iets bij een Older Stories gehaald. En ja, dat was ook korting. Ik kwam daar. En ik zag meteen al een hele leuke trui hangen. Maar ja, die was in maat S. En dat is een beetje te klein voor mij. Ja, het kan wel, maar ik hou meer van een beetje oversized. Dus ja, ik ging wel passen. Maar het was een beetje te klein. Niet echt heel mooi bij mij. Maar toen ik verder kijk, dan had ze ook een L. Maar ja, die was eigenlijk te groot. Maar ja, en ze had geen M. Dus ik dacht, ja, dan neem ik die L wel. Nou, laat ik het wel even nu zien aan jullie. En dat is deze trui. Ik vind hem echt heel leuk. Ik hou heel erg van rood. Zoals je ziet heb ik het ook aan. En roze. En ik vond deze zo leuk. Deze was normaal 60 euro. Nou, dat vind ik nog best wel duur voor een trui. Nou ja. Ja, vind ik best duur. Maar hij was afgeprijsd voor 30. Nou, ook niet heel goedkoop. Maar dat vond ik een betere prijs voor een trui. En het is ook echt goede kwaliteit. Dan heb ik deze gehaald. Zo, dus hier ben ik ook heel blij mee.
En dat is allemaal wat ik heb gehaald, gekregen of zelf gekocht. Nou, dit was alles wat ik heb gehaald, als het goed is. Hopelijk ben ik niks vergeten. Maar ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik moet echt vaker video's opnemen of plaatsen. Ik weet dat ik heb ook een hele nieuwe camera gekocht in de zomervakantie. Dus eigenlijk moet ik dat echt gaan doen. Anders is het een beetje zonde, maar ik vind het gewoon moeilijk om aan video-ideetjes te komen. En dat soort dingen. Dus als jullie een leuk idee hebt, laat het weten in de comments. En dan zie ik jullie snel weer in een nieuwe video. Want ik ga naar de première van Vals. Ga ik zeker vloggen. Ook interviewen. Wordt super leuk. Als de film van Mel was de Vries. Ik weet niet of jullie dat weten. Maar ja. Van Mel was de Vries komt de film uit. Dus dat is heel leuk. En ik wil nog een lookbook gaan opnemen. Dus ik heb nu wel leuke paar ideetjes wat ik wil gaan plaatsen. Nou, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Als je hem leuk vond, vergeet niet te abonneren. En duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie volgende keer weer in een nieuwe video. Dankjewel, doei doei!